Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Dit is een beetje een andere video, want ik heb niet echt dienst tot de dierenambulance aankomende week. En ik zat er een beetje over in van ja, kan ik dan het maken om een keer niet te uploaden? Terwijl ik eigenlijk beloof dat ik elke vrijdag ga uploaden. Dus nou ja, het is gewoon een beetje privéleven. Zo'n video wordt het. Nou, hoop om volgende week wel weer een dierenambulance video. Maar dat is, ja, ligt aan echt hoe druk het is en of ik dienst heb. Ik ga nu naar de tandarts en dan nog even de stad in. Tandarts en ja, ik ga mijn bitje ophalen. Ik vind dat mijn tanden altijd te geel zijn en dan krijg ik een blekingsbitje die ik 's nachts in kan doen. Die ga ik nu even passen en ophalen. Net bij de tandarts geweest en we gaan nu even wachten. Ik laat jullie thuis wel zien wat ik allemaal van de tandarts gekregen heb om mijn tanden te bleken. Dit is alles wat ik gekregen heb. Ik zal even kort de uitleg geven. Dit zijn mijn tanden in gips. Ik moest gips happen. En nou, daar is dit uitgekomen. Mijn echte tanden. Daar hebben ze een beetje overheen gemaakt. En dat is dit. Deze doe je met dit spul. Ja, dat spuit je erop. En dan doe je dat in je mond. En dan moet het 8 uur ja, blijven zitten. 6 tot 8 uur. En dan nou, worden je tanden witter. Mijn haar is nog steeds hartstikke kort. De zondeuze viel uit mijn handen. En toen, nou ja, moest ik een andere tondeuze, alleen die deed mijn haar echt heel erg kort. En we zijn even nog een beetje shoppen vanmiddag. Nieuwe kleding gehaald, nieuwe zomerkleding. En we hebben even wezen zwemmen. Even afkoelen en we gaan nu even wat eten. En dan nou, gaan we een filmpje kijken of zo. Onderweg naar Zwolle om de verjaardag van Theo, mijn stiefvader, te vieren. Voordat we uit eten gaan, gaan we eerst nog een stukje toeren in de cabrio. Jullie zagen nog een stukje van de wensballon. Dit deden we ter ere van de verjaardag van Theo. Nou, het liep niet zo goed af. Hij vloog een boom in. Het waaide iets wat te hard dan dat de bedoeling was. Dit is ook meteen weer het einde van de video. Hopen dat er volgende week wel weer een dierenambulance video komt. Want ik weet dat jullie dat leuk vinden. Ik hoop dat jullie dit niet erg vinden dat er een keer zo'n video tussendoor is. Ja, je kan het laten weten door rechtsboven in je beeld. Komt als het goed is nu een i'tje in beeld of die staat er al. Kan je opdrukken, daar zet ik even een poll neer of jullie het wel of niet leuk vinden. Laat het even weten. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en dat blauwe duimpje omhoog te doen. En nou, tot volgende week. En oh ja, leerkatten nooit dat ze niet op tafel mogen, want ze doen het toch wel.